Profvoetbal hebben we niet in Zeeland, maar toch heeft het verhaal van Daniel Akindayini er veel van weg. De Engelsman met Nigeriaanse roots is neergestreken in Aardenburg, waar dit voor in ieder geval een half jaar zijn huiskamer is. Een voetballer op zoek naar geluk en succes in Zeeuws-Vlaanderen. I just focus on football, because that's my main target in life, to become a full-time professional footballer. So I'm not working at the moment, so I don't plan to as well. Akindayini was als jeugdspeler actief bij het grote Tottenham Hotspur en mocht daar ook wel eens meetrainen met de grote namen. En daar heeft hij veel van geleerd. Harry Kane, Eriksen, all of them. It's good watching players who are world-class players picking up on little things they do in training and matches. So it's a good learning, good thing to learn. Tot een vast contract kwam het niet voor Akindayini bij de Spurs. Sterker nog, via twee andere Engelse clubs kwam hij terecht op het vierde niveau in Noorwegen. En nu dus bij Hoek. De spits bekijkt het van de positieve kant. I want to play in the highest as possible. So if that means playing in any country, but playing in a good level, that's my aim. So. De start van de Engelsman bij Hoek is veelbelovend. Hij scoorde zaterdag voor de derde keer in evenveel wedstrijden. Of hij ook bij Hoek blijft spelen, is afwachten. Hoek komt ook een Nederlands doelpunt van Daniel Akindayini. I'm contracted to the end of the season, so to see how the season goes, then we'll talk from there. But I haven't got a certain answer. Do you like it here? Yeah, it's a good team, good fans, good environment for me to focus. So everything's all good at the moment.